zit goed bezig. Ik moet nog een stresskaksje leggen, zei hij dus. Een stresskaksje? Ja, ja, ja. Want het is dan meer dat we hem niet meer gezien hebben. Ja, nee. Maar je hebt dus wel gezien, maar ik was niet staan voor de foto. Ja, allee, jammer, maar goed. Wij hebben Yves nu eventjes gezien op het podium en ik denk wel dat hij ons gehoord heeft in het Kuipke. De bedoeling is dat we nu heel snel het busje gaan zoeken waarmee wij vandaag op pad gaan. Kom maar in. Ja, 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 we zijn wel. Moet er boel zijn? Ja, lekker. Ja, alsjeblieft. Hebben we een uitstap? Gerrit, stap. Iemand water? Van de cola? Aan de cola. Kom op, Ivan! Forza Lampard! Forza Lampard! Forza Lampard! Olé, olé, olé! Olé, olé, olé! Hey, was het gewoon een foto? Chique. Ja, goed gelukt. Hey, maar je zit goed, je ziet het. Sahin is trouwens de zus van Yves en zij kan heel goed zien wanneer Yves er goed uitziet, al dan niet. En wat denk je, Sahin, goed? Ja, ik denk dat hij er goed uitziet. Hij zat goed en ze zaten allemaal het twippen. Nee. Zet je fien. Voilà, de. Hola. Goed erin aan twee glazen. Dank je. Woehoe! Ja, ja. Daar was Yves. En Jens. Allee, ho! Happy Yves! Happy! Een preparé. Wow! Het wordt lastig, terwijl er ondertussen stilletjes aan breukjes ook zijn. We zien de volgende... We zijn aangekomen aan de arrivée. Nu is het wel best spannend, want het is nog 5 kilometer totdat de renners er zijn. Dus nu gaan we ons gewoon... haasten, hè? Ja. Ik denk dat we best lopen eigenlijk zelf. We hebben Yves nog niet gezien. Waarschijnlijk, ja, ik geloof dat hij nog naar Sporza moest om wat uitleg te geven voor televisie. Ondertussen zijn we hier bij de bus van Quickstep aangekomen en gaan we proberen hem hier nog even te zien. Ah, hij is daar. Als je lekker gaan kijken. Oh, oei. Je remzeerde wassen. Je koud, je remzeerde wassen, zei hij. Zou je dat nu erg vinden? Moest je hem nu eigenlijk niet gesproken hebben vandaag? Maar dat gebeurt veel, hè? Kan niet. Dat is een beetje domper, nee? Dat je hem al tot ons mee hebt. We zijn dat wel in aan een domper. Maar we zijn ons daar gewend. Eigenlijk als supporter, je moet hem nogal kunnen verdragen, hè? De vonk voor de koers eigenlijk overslaan bij jullie? Met Steen, hè? Ja, dat is al 20 jaar geleden. Toen ik 8 jaar was, ging ik al naar de koers. En van dan af? Vanaf dan, dat is microbisch. Dat is waar. Nee, echt waar, bedankt dat ik mee mocht. Altijd welkom. We hebben ervan genoten. Het was heest om jullie beter te zien. En ik herken gewoon mezelf als ik jullie beter ja. We zijn terug naar ons busje, zeker. Ja. Manifold.